Goedemorgen vanuit Europa Park. We zitten nu in het Rock Café hier. Ja. Nu zijn ze het ontbijt voor ons aan het maken. Dat kunnen we er tegenaan, ja, hè, als een stevig ontbijt. En we hebben zo net ook al opnieuw ticketjes voor van het daarin gedaan. Zo een fast track systeem eigenlijk. Ja. Dus straks kunnen we alweer in van het daarin binnen. Kijk, die ticketjes zien er zo uit. Lief jij? Ja. Ik heb heel erg veel liefde voor jou. Ja, jij niet voor mij. Maar die dames hier die hier werken wel, kijk, die zien mij graag, hè? Die geven mij een haartje hier. Ja, en ik krijg niet. Ik heb een gewone koffie. Oh, nee, jij hebt dan een haartje. Ja. Wel heel mooi. Oei, kijk, en hier komt het ontbijt. Wauw. Ziet er allemaal goed uit, hè? Heel mooi. Kijk, ze hebben zelfs pretzels. Ja, leuk. Het is niet onze eerste dag hier in Europa Park. Nee, het is onze tweede dag al vandaag. Ja, mocht je dat nog niet gezien hebben, onze eerste dag, moet je maar even hier of hier klikken. En dan ben je mee. Ik weet wel dat nu je hoofd zit. Ja, want we gaan vandaag niet dezelfde attracties doen als gisteren. Dat zou een beetje stom zijn. Ja. Want er is hier zoveel te doen dat je echt niet op één dag rond geraakt. Dat is zeker feit. Zeker als je hier voor de eerste keer bent, is dat echt wel nodig. Ja, we hebben wel gisteren wel heel erg veel attracties dat kunnen doen, vond ik. Ik heb overal heel weinig moeten aanschuiven, of eigenlijk zelfs niet. Vind ik ook wel prettig als je niet moet aanschuiven in een pretpark. Dat is altijd wel mooi meegenomen, toch? Dat is altijd mooi meegenomen. Maar dat komt ook omdat er zoveel attracties zijn. Ja, dat dus er altijd wel. Gaat naar ergens anders. Voilà, en er zijn altijd wel een paar attracties waarvoor je dus dan niet moet aanschuiven. En dat maakt natuurlijk wel heel fijn. Ja. Zijn we nu weer? De bobsleebaan! Wow. Mooi uitzicht hier, hè? Ja. Wow. Ja, wat hè? Yo, de lijntie! Ja, hallo. In welk land zit, hè? Ik denk in Zwitserland. In Zwitserland, ja. Een gezellig bergdorpje hier in Zwitserland. Ja. Over een paar dagen gaan we echt naar Zwitserland gaan. Ja, ziet het er ook echt zo allemaal uit? Het lijkt er wel een beetje op. Alles is heel erg in hout en zo. Dus ja, het lijkt wel een beetje op. Ik mis hier alleen een beetje bergen. Maar ja, dan kunnen ze hier niet moeilijk natuurlijk nabouwen. Hè? We zijn net van een berg gegaan met de bobbaan. Oh ja, dat is wel waar. Ik zelf zo'n gezellig alpenhutje. Hoe gezellig is dit? Hier passen maximaal 10 personen in of zo. Oh, wat gezellig. Leuk dat ze daarover nagedacht hebben. Mooi paardje, hè? Ja, heel mooi. Een heel erg mooie attractie, vind ik. Een paard van Pegasus. Wij gaan hier ook straks een ritje in maken. Ja, wij gaan front row. We gaan op de eerste rij. Ja, je ziet het. Er zit een paard voor ons. Dus het heeft weinig nut als we ook gaan front row filmen. Dus we gaan dat niet doen. We zullen je straks wel laten weten hoe het was. Ja. Joe, paardje, joe. Goeie vlucht. Pegasus hebben we net gedaan, dat was een heel fijne attractie. Ja, we konden niet echt filmen, dat heb je zelf ook gezien. Maar het was wel heel erg tof. Waar we wel mochten filmen was in Euromid en de beelden zie je nu.
tussentijd zitten we in de monorail. De EP Express. De EP Express. En die brengt je doorheen heel het park. We zijn net opgestapt in het station van Spanje. En nu gaan we naar Italië. Nee, Duitsland. Het eerste themagedeelte van Europa Park is Duitsland, omdat we daar ook zijn natuurlijk. Het park ligt in Duitsland. En daar ligt ook Voletarium, de nieuwste attractie. Hebben we gisteren al gedaan. Vonden we zo leuk dat we vandaag opnieuw gaan doen. En nu rijden we hier doorheen het park. Dat is die mooi, hè? Ja, leuk. Hier eigenlijk panoramabeelden. Dan heb je een paar Engelse huisjes. We staan hier nu in de wachtrij van Voletarium. Kijk hoe mooie wachtrij. Zo een mooie gethematiseerde wachtrij. Dan kan ik hem ja niet meer over dat Voletarium erzählen. En daarbij hebben ze nog sicherlich zo veel vragen. Wer höchstpersönlich bij de Eröffnung des Voletariums 1812 anwesend war? Quel personnage célèbre était présent lors de l'ouverture du Voletarium en 1800? Geloof het of geloof het niet, maar we hebben hier gewoon twee kijkers uit Zwitserland. Habiraj. Yeah. En Daniel. Hallo. Ze kijken onze filmpjes bijna dagelijks. Yeah. Dat is waar, hè? Yes. Ja. Do you want to say something to the viewers? Yes, Jolien en Chano are nice people. Thank you. Okay. Ik ga nog iets Thank doen. You. Cheers. Bye. Bye. Ja, eerlijk is eerlijk, het waren geen dagelijkse kijkers. Maar ze hadden ons gezien met de camera en ze wilden heel graag in ons filmpje. Dus dachten van oké, jullie mogen erin. En ze vonden het zelf ook wel eigenlijk heel erg leuk. Ze waren zo enorm blij dat ze met ons op de foto mochten. Ja, en voor ons is het, ze kenden ons niet. Voor ons is het ook helemaal geen probleem. Als je graag eens in onze vlog wilt en je ziet ons ergens lopen, hou ons zeker even staande en dan brengen we jou wel in de vlog hoor. Geen Kijk, probleem. Hier is baby eentjes. Oh, ja, eentjes kan zien. Ze zijn zo klein dat je ze bijna niet ziet op camera. Oh, schattig hè? Dat hier allemaal op het water in Frankrijk. Gezellig hier hè? Ik wil ook graag zo'n baby eentje mee naar huis nemen, maar dat mag niet hè? Nee, dat gaat niet. Schat. Dat is ook een baby eentje voor trouwens ook niet mogen. Ja, daarom. Maar zo gewoon zo schattig is dat die potjes. En hoe noemt de attractie waarin gaat? De Silver Star. Als je die hele grote achtbaan, ik weet niet of je hem gaat zien. Hier zit een stukje van achtbaan. En daar gaat hij nog nu in. Ja. We zijn een beetje de schaduw. Ja, maar, wens me succes hè. Ja, veel succes. Het was heel erg fijn. Ja? Een hele snelle achtbaan, geen loopings, maar wel enorm veel airtime. Dat is zo de paar seconden dat je zeg maar tegen je beugel gedrukt wordt, dat je echt van je zitje loskomt. Ja. Dat was best heftig. Je loopt hier in het park met zo'n bretelle aan. Ja, het is enorm warm. Ja, het warmde bretelle. Het kleeft zo tegen je huid, hè. Dat, ah, ja. Dat maakt het wel warm. Ik doe hem zo wel zo. Hoor je de wagentjes al? Ja. Het zijn de Matterhorn wagentjes. Ziet er heel leuk uit. Het is een beetje bekend als een wilde muis, zeg maar. Ja. Waar moeten we naartoe? Denk gewoon langs hier. Hoe was het dan, hè?
Het is hier warm, hè, vandaag. Ja, amai. Het is hier zo warm dat ik wel een beetje verfrissing kan gebruiken. Zoals een beetje water. En er zijn hier ook heel veel attracties met water. Dat zorgt natuurlijk voor waterattracties. Ik stel gewoon voor dat we die allemaal gaan doen. En voor de waterattracties nemen we jullie mee met de GoPro. Spanje kan je ijsjes krijgen. En nou different en one time de blauwe suikerwatte en one time
Angelina is het aan het bestellen in het Spaans en Duits en het Engels tegelijk. Uno... Yoghurt Waldfrucht. Uno yoghurt Waldfrucht. Ja, zeg. Wij zullen maar uitlachen. Uno... Probeer tenminste. Un dosters. Hoeveel euro is het? 5,40 euro. Cinco... Nee. Cinco? Fünf. Ja, fünf, dat is Duits, maar in het, we zitten wel in het Spaanse gedeelte hier, hè? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat is wel mooi eigenlijk, als je ze zo kijkt. Allee, nu nog in het Spaans dag zeggen. Kan je dat nog? Zeg het gracias. Eens. Ciao, zeggen nee. Ze dan. Nee, gracias is in het Spaans. Ciao is in het Italiaans, hè? Ciao, ah nee, wacht. Gracias, gracias is bedankt. Bedankt. Maar ja. Wat zeggen ze dan in het Spaans vandaag? Olé? Nee. We zijn in Spanje geweest, schat. Buenos dias, goeiedag. Ja, weet ik niet. Ik heb wel een ijsje, een blauw ijsje voor jou. Het is een suikerspin ijsje, een blauwe suikerspin ijsje. Mag je eens proeven? Lekker? Hier een volledig potje voor jou. Wel heel lekker. Heel lekker, bro. Je kan ze perfect uit. Zeg, wat zijn jullie aan het doen? Ah, we gaan toch met de fiets naar huis. En we laten de auto hier achter. Ik denk dat hij dat kan, hoor. Eh? Dat gaat toch niet? Die staat hier voor de show. Ja. Ja, je fiets is dus kapot. We zullen toch maar de auto nemen. Ja. Dan nemen we maar de auto. Toen we in Venetië waren, hebben we het niet gedaan. Daarom doen we het nu maar even in een gondeltje zitten. Ja, leuk hè. Romantisch hè. Kost dat nog moeite bespaard op het plafond. Ah, che bello! Mona Lisa è tavolo! Mona Lisa! Sei alto! Oh, Venezia! Ik voel dat we een kusje moeten geven. Allemaal liefde! Pizza, pizzeria. Bella Italia! Carnaval! Carnavali, a Venezia! Oh, è galati! Gelati! Het was weer een leuke dag hier in Europa Park. Leuk, ja. Kijk, we worden hier uitgezwaaid. Gestelte lopers. Are you okay? Yes. Yes, yes, yes. Ik ben hier alive, alive. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis morgen. Als jullie het leuk vinden van de dikke duimpje, dan mogen jullie ook niet te abonneren en te reageren hieronder. Tot morgen. Tot morgen. Ciao. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.